Martijn Mastenbroek. Op Den Haag FM. 100% Haag. Den Haag FM. Hebben van die wapperende voeten, lopen altijd overal tegenop. Weten helemaal niet wat ze moeten, en kauwen dan de hele dag maar op. Moeten oude jurken van hun grote zusjes aan, die hun moeders hun nou juist zo enig vinden staan. Houden niet van zomerkampen, moeten daar toch heen. En zijn daar met z'n honderden verschrikkelijk alleen. Meisjes van 13, niet zo gelukkig. Meisjes van 13, er net tussenin. Te groot voor de poppen. Te groot voor de mens, te klein voor de lief, te klein voor de kind. Met een glimmende neus en met knokige knietjes. En in hun dagboek staan de kleine verdrietjes. Meisjes van 13, vlak voor het begin. Meisjes van 13, er net tussenin. Hebben van die dromerige kopjes, hebben van dat dunne steile haar. Willen niet meer samen met de jongens, willen nou alleen nog met elkaar. Giechelen bij de naam van het onbereikbare idool. Giechelen om hun vader en de leraren op school. Giechelen van ongemak en giechelen van spijt. Giechelen zich een weggetje naar een betere tijd. Meisjes van 13, niet zo gelukkig. Meisjes van 13, er net tussenin. Te groot voor de poppen, te groot voor de wereld. Te klein voor de liefde, te klein voor de kerels. Nog nergens een vrouw, ja van boven voorzichtig. Maar verder nog nergens. Nog te dun en te spichtig. Meisjes van 13, droom er maar van. Meisjes van 13, giechel maar aan. Cabaretier Paul van Vliet is op 87-jarige leeftijd overleden. Hij stierf dinsdagavond in zijn woonplaats Den Haag na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. We zijn intens verdrietig, maar vooral ook trots op wie hij was en wat hij voor velen heeft betekend. Dat meldt zijn familie. Martijn Reitsma, goedenavond. Goedenavond Martijn, goedenavond Victor, goedenavond hey, luisteraars. Ja, goedenavond. Hey, Martijn en Martin. Ja, dat wordt nog een dingetje vanavond. Het wordt sowieso wel een dingetje, want het wordt een Een uitzending met een lach en een traan. Ja. We gedenken en herdenken iemand die iedereen op een andere manier heeft leren kennen. Soms alleen maar via de televisie, zoals ondergetekende. Natuurlijk oude dingetjes nog eens opgezocht vandaag. En dan denk je toch, ja, heeft die man meer in mijn leven voorbij zien komen dan dat je denkt eigenlijk. Qua wat hij allemaal heeft neergezet. Bijvoorbeeld, we hebben het al net gehad over Haagse Benny. Daar draaien we straks ook nog even een stukje van. Maar eerst eens even naar vanmorgen. Er kwam een pop-up berichtje van de NOS. En ik wist dat Martin natuurlijk veelvuldig, met name de laatste jaren, contact had met Paul van Vliet. Dus ik maakte er eigenlijk een screenshot van en ik stuurde dat naar jou toe. Van jeetje, kijk, eigenlijk met het idee van je weet het al. Maar dit is het nieuws. En eigenlijk 5 minuten later belde jij mij op. Iemand anders was mij net voor. En je was best wel emotioneel vanmorgen direct, Martin. Dat klopt. En nu het zegt, kijk, weer een brok in mijn keel. Ja sorry. Maar Julia van Rijtenbeek stuurde me vanochtend een berichtje. Martin, Paul van Vliet is overleden. En vlak erop jij, Martijn. En ja, dus ik riep Els erbij. Ik zeg, Els, jeetje, wat een slechte nieuwstijding. Paul is overleden. En namen we allebei zeer verdrietig. Ik een verstikte strot. Traan in mijn oog. Ik ben een grote kerel, maar dit raakte me echt diep. Dit nieuws. Want wanneer heb jij voor het eerst persoonlijk kennis gemaakt met Paul van Vliet? Hoe ging dat? Was dat voor je werk als cultuurjournalist? In 2016 kan ik me herinneren dat ik... Hij zou een nieuwe show gaan doen. En ik schreef voor de Posthoorn onder meer. Van de persgroep. En toen kreeg ik het verzoek van Helga Boudenstein, de hoofdredactrice van Joan Martin. Wil jij me eens interviewen? En toen heb ik contact gezocht via Martijn de Haas, zijn persoonlijke assistent. En een interview was zo geregeld. En toen werden wij gevraagd om bij Paul thuis te komen aan het Haagse Smitswater. We hadden hem natuurlijk wel eens tijdens voorstellingen gezien. Maar ja, dit was toch anders bij de grote Paul van Vliet thuis. Nou, we kregen hele welkome ontvangst en dergelijke. En ja, Paul zat letterlijk en figuurlijk op zijn praatstoel. We werden naar Els en ik. Els maakte de foto's. Els mijn partner. We werden naar zijn werkkamer geleid. En hij zei, ga maar vast zitten. Ik ga even koffie halen. Nou, toen kwam hij met koffie naar boven. Ja, toen ontspon zich een heel boeiend gesprek. Wat uiteindelijk meer een gezelligheidsbijeenkomst was dan een puur interview. Want Paul was gewoon heel ad hoc, spontaan, informeel. Wars van allerlei allures. Gewoon heel down to earth. Ja, en zijn werkkamer, ik heb daar foto's van gezien. Dat was ook een klein soort Paul van Vliet museum, hè? Als je daar... Niets menselijks was Paul vreemd. Dus ja, hij was ook trots op zijn gouden platen. Op zijn affiches van zijn shows. Had hij prachtige foto's hangen van memorabele momenten uit zijn carrière. En... Els en ik die liepen zo die ruime kamer eens door. En we zagen allerlei hele boeiende dingen die hij in de loop van zijn carrière had ontvangen, verzameld. Toen kwam Paul binnen. En toen zijn we gaan zitten. En hij gaf nog even aan kijken. Dat was toen en dat was toen. En die foto die hebben we gemaakt op het moment dat ik geridderd werd. Dus allemaal heel informeel. Ja. Victor, wanneer kruist Paul jouw pad? Was dat puur als bewonderaar? Of heb je hem ook wel eens in levende lijven mogen spreken? Ja, ik eerst inhaken op wat Martin zegt. Ja. Ik ben ook bij Paul van Vliet thuis geweest. Ik heb net als jij die foto's gezien. En zoals Martin daarover kan schrijven en vertellen... dan was toch de stad Schouwburg ook zijn thuis. Daar was toch ook niks vreemds aan. Alsof hij gewoon thuis in zijn stoel zat. Dat klopt. Diligentia, Pepijn, de Haagse Schouwburg. Hij was altijd zichzelf. Dat klopt. Paul was zo'n innemend, betrokken, zorgzaam... en geïnteresseerd lief mens. Ja, empathisch van hier tot Den Haag. Superlatieve Victor, ja. Martijn, luisteraars, maar zo terecht. Ja, wanneer ik daarmee in aanraking kwam, Martijn, dat was toen, laten we zeggen, was ik 13, 14, dat het op tv was. En dat er 5, 6, 7 miljoen mensen naar zo'n show keken, als die dan eindelijk op tv was. En mijn vader kocht daar de dubbel LP van. En dan gingen wij dat nadoen. Ik zou je zeggen, ik weet dat bij het gymleraar, als wij dan gym hadden, en hoe oud was ik toen, 14 of zo, weet ik het. We hadden gym en de gymleraar die riep dan, mannen luisteren! En dan waren wij allemaal stil met een glimlach op ons gezicht. Want Paul van Vliet heeft natuurlijk in het Nederlands wel het een en het ander betekend. Als je dat soort karaktertjes, die werden gewoon dagelijks in de supermarkt nagedaan. Was er daarin ook wel een beetje voorloper, pionier, om dat te doen? Misschien nog wel eerder dan Koot en de Bie? Nou, die deden dat ook natuurlijk. En of die voorloper is, weet ik niet. Maar hij had natuurlijk wel bepaalde typetjes. Jij gaat er dadelijk nog één of twee laten horen, ja. Benny. En wie kent de boer niet? Jeetje, want hè? Erwik Strondspreder uit de boerderij naar Stront. Dat allemaal. Hij had ook een lachje erbij en een kuchje erbij. Hij maakte daar echt typetjes van. En dat zat je dan op een LP te luisteren. En dan kreeg je een voorstelling van zo'n typetje. Tegenwoordig knallen we de hele tv vol. En daar zijn de typetjes. Maar je maakte daar zelf een voorstelling van. En op het schoolplein deden wij die gasten na natuurlijk, die typetjes. En zo ben ik wel in aanraking gekomen. Net als miljoenen anderen in Nederland met Paul van Vliet. Het leek me altijd een vreselijk aimabele vent. En dat bleek het uiteindelijk ook te wezen, Mart. Ja, nou ja, uiterst aimabel. Ja. In feite, sinds 2012 heeft hij weer aan het Haagse Smitswater gewoond. Ja. In die prachtige binnenstad, achter het Lange Voorhout natuurlijk. Ja, wel bekend. Ja. Maar ik weet niet of de luisteraars dit weten. Hij werd geboren bij zijn grootmoeder in het huis waar nu de Haagse Kunstkring gevestigd is, aan de Denneweg. Okay. Daar werd Paul van Vliet geboren. Okay. En vervolgens verhuisde hij met zijn ouders naar het Benoordenhout. Benoordenhout. Ja. Bezuidenhout was het. Oh. En het huis waar hij woonde, dat werd gebombardeerd. Ja. En ze zijn er gelukkig levend uitgekomen. En daarna is hij verhuisd naar het Benoordenhout in Den Haag. En zijn vader was tekenleraar. Dat kon hij heel goed. En zijn moeder was tekenlerares. Oké, ja. Ja. Of deed ook voedingsleer. Ze kon goed tekenen, maar ze deed voedingsleer. Ik moet het goed zeggen. Ja. En ja, hij praatte heel liefdevol over zijn ouders. Zijn vader was een hele grote inspiratiebron voor Paul. Ja, we hadden het vanmorgen nog over dat hedendaagse cabaretiers en dergelijke en komieken die op het podium staan. Los van bijvoorbeeld een Claudia de Breij, die natuurlijk op de hak neemt natuurlijk met het hedendaagse en ook wel bekende Nederlanders. Maar lijkt het nu op dit moment er een beetje op alsof je altijd alleen maar mensen moet afzeiken en ten koste van... Nou, maar die gasten, maar dat deed hij niet. Nee, die gasten hadden niet. Ik zat net nog te denken, Martijn en Martin. Ik zat net nog te denken, ik ben ooit bij Toon Hermans geweest, Congresgebouw. Ja. En Toon kwam op. Nou, het applaus was oorverdovend minuten lang. En Toon deed alleen maar 24 rozen. En die hele zaal zingt dat nummer. Goed, dat was Toon Hermans. Die mensen die hadden een bepaalde joie de vivre in die zaal. En Paul van Vliet, die kon in weglopen van het publiek met zijn rug naartoe en dan omkijken. En dan begon die hele zaal te lachen. Ze hadden allemaal die dingetjes, maar die waren niet verzonnen. Die hebben ze gewoon. Ja. En dat zijn de grote, vind ik. Ja, ik denk dat ook wel dat het publiek veranderd is. Vroeger gingen mensen naar theater en dan gingen ze zich echt ook op kleden als ze naar theater gingen. Netjes aankleden. Tuurlijk. Nu moet je natuurlijk al blij zijn als ze gaan. Dan maakt het niet uit als je daar met een korte broek komt. Maar... Het was een uitje, was het. Ja. Maar tegenwoordig kun je natuurlijk, zeker door de tv en internet, doen we het allemaal maar op. Je kan het allemaal terugvinden. Ja. En dan is eigenlijk het nieuws is eraf. Begreep ik dan van jullie dat hij op het toneel zo ontzettend... niet alleen zichzelf is, maar ook zo enorm ontspannen. Alsof hij gewoon thuis staat te praten. Ja, hoe kan dat? Dat wil iedereen toch op het podium, denk ik. Dat bedoelde ik net te zeggen al toen Martin over zijn huis begon. Want het theater waar hij was, wat we dan zagen... dat was gewoon zijn huis. Hij was zichzelf. Hij gooide alleen de knop om En dan maakte die er een typetje van. En daar was het natuurlijk wel de keizer in. Dat was geweldig. Ja, had natuurlijk een ruime ervaring. Hij is al vroeg met het Leids cabaret begonnen. Dat heeft hij heel erg lang gedaan. Ik geloof zo'n 12 jaar. Nou, dat was natuurlijk een uitstekende basis. En in 1964 is hij in Den Haag Pepijn begonnen. Ja, het roemrijke Pepijn. Er zijn talloze prachtige voorstellingen gehouden. Vaak uitverkocht. Maar Paul zette zich ook heel erg in voor de jonge talenten. Die kregen een absoluut podium bij hem. En heel wat nu grote cabaretiers zijn bij hem begonnen. Ik noem maar een, Jean Meijer bijvoorbeeld. Ja. Die zag Paul als een soort van tweede vader. Ja, die had ook een mooi stuk geschreven ook, hè, Meijer. Okay. Om hem te bedanken en die had ook iets moois geschreven. Birgit Kaandorp zat vanavond bij Khalid en Sophie. En die vertelde dat hij dan in één keer binnenkwam wandelen bij een voorstelling in Haarlem. Nou goed, daar woont zij. En dan heel ontspannen zei hij na afloop van... moet je dan nog wel zo in donker naar huis toe? Joh, gooi maar even je fiets achter in de wagen, dan breng je wel naar huis. Ja, wat een bent. Alsof er niks gebeurd was. Ja. En, altijd heel erg betrokken, zei ze. Maar niet alleen na de voorstelling, maar ook nog het jaar daarna, het jaar daarna. En dan een kaartje sturen als iemand jarig is. En fantastische man. Ja, ja. De grote drie in Nederland. En dan heb ik het dus over eind jaren 60, begin jaren 70. Die waren allemaal gek op Paul van Vliet. Wim Sonneveld, Toon Hermans, Wim Kan. Ze prezen allemaal Paul van Vliet. Dat was een jong opkomend talent. Nou zit jij meer een beetje aan de society kant. Daar misschien straks wat meer reacties vandaan. Maar Victor, jij hebt vandaag op straat natuurlijk wel gehoord... en in de winkel wat mensen... wat het teweeg heeft gebracht, dood van Paul van Vliet. De hele dag in mijn winkel. Het was echt de hele dag bij iedereen. Het was een drukke dag ook nog. Maar iedereen had het erover. Mensen kwamen gewoon binnen. En die zeiden, nou, Paul van Vliet is dood, hè? Mooie boel, doe maar een broodje warm vlees. Dat gaat er dan achteraan, hè? Of een halve kip, dat gaat er dan achteraan. Want Den Haag blijft wel Den Haag, hè? Ja, en wat zijn dan een beetje... Werden er nog herinneringen opgehaald? Alleen maar, Martijn. Ja. Alleen maar. Mensen stonden vandaag bij mij in de winkel al die typetjes na te doen. En de meeste, moet ik zeggen, die doen allemaal Major Kees na. Ja. Dat is allemaal mannen luisteren. Ja. Gaan we gewoon straks ook nog eventjes... Maar luisteraars, kent u nog Benny de Concierge? Of Baron Taats van Avezaal? Ja, natuurlijk. Of jonkheer Charles van Tettero junior. Ja. Het werd legendarisch. Dat waren typetjes. Ja. Nou, die werden geïmiteerd. Ja, die deden we na natuurlijk. Die werden geïmiteerd. Ja. En als je dat ook nadeed onder je vriendjes... dan begon ook iedereen te lachen. Want het barst van de humor. En nu nog. Ik bedoel, we kunnen er nog... Je hebt het waarschijnlijk nog eens gezien. Je zit al te lachen. Zullen we naar een stukje luisteren? Zullen we naar heel goed idee. Heerlijk. Het is even een uiteraard. We gaan even luisteren naar hoe kan het ook anders, Haagse Benny. Ja. Hartstikke mooi dat mondal. Werkelijk waar, klasse al. Dat mondal. Maar ik ben blij dat je ermee uit bent geschreven, jongen. Ja, ik moet het wel even uitleggen natuurlijk, anders is het kwetsend. Kijk, ik zit hier vlakbij aan de overkant in het koerhuis. Mijn schoonouders zijn namelijk vandaag 40 jaar getrouwd, dus wij mogen leuk met z'n allen in het hotel. We hebben er net het eten op, we mogen vannacht blijven slapen ook. Dat lijkt leuk, maar voor mij is het een kwelling, want ik ken niet met die mensen. Ik krijg het schompers van ze. Ken je dat? Zenuwachtig word ik van ze. En dan ga ik ze te veel drinken. En dan gaan ze weer tegen mijn ouwe hoeren. Dus ik denk, ik moet even wegwezen voordat het weer een puinhoop wordt. Ik zeg, jongens, ik ga eens even tanken. Toen zeggen ze, maar Benny, dat kan morgen er ook nog. Ik zeg, ja, maar dan is de benzine misschien weer duurder. Vandaar dat ik er even tussenuit kom, begrijp je wel? En luistert, jongen. Mijn zwager Leo, die speelt ook op het mondorgel. Van die christelijke liederen. En als ik dan dat ding van jou op, moet ik weer aan hem denken. En dat is het laatste wat ik wil, begrijp je? Even goed, mooi mondorgel. Ja, jongens. Ik spijt me wat ik zeg. Ik ken niet met die mensen. Het is mijn eigen schoonfamilie, maar het is eigenlijk misgegaan vanaf de dag dat ik vaste verkering heb met Truus. Ik ga daar voor het eerst een visitekennis maken. Ik dan, want Truus kon ze al. En ik zeg, dag, bah, dag, nee. En tegen Truus, wat leuk dat je nog een opa en oma hebt. Jongens, en dat is nooit meer goed gekomen. Nee, die mensen hebben geen humor. Geen menselijke warmte. Nee, wat zijn er voor mensen, hoe moet ik het uitleggen? Dat zijn van die mensen die altijd voordringen in winkels. Ken je dat? Die restaurants altijd eten en drank terugsturen. Ken je dat? Die altijd gelijk overal iets onderleggen tegen de kringen. Ken je dat? Die als je er één keer as in hebt afgetipt, gelijk zo'n asbak gaan legen. Ken je dat? Die in de garage hun wagen nog met een plastic hoes bedekken. Ken je dat? Die volgens mij, als ze met elkaar naar bed gaan, hun onderbroek aanhouden. Ken je dat? Ik mag voor jullie hopen, voor niet. Nou ja, dat soort mensen begrijpen wel, dat ken ik niet mee. Ik zeg ook tegen mijn vader, luister Truus. Het zijn jouw ouders, het is hun feest, maar hoef ik niet mee. Ze zegt, Ben, je mot. Denk maar zo, zonder jullie was ik er niet geweest. Ik zeg van, ja, hadden ze niet hoeven talen. Dus zegt ze, Ben, daar kan ik niet om lachen. Ik zeg, nou, het is ook niet zo'n sterke grapje. Gewoon een aardigheidje. Ja, je hebt er ook vrouwen die wel een kind willen, maar daar geen man bij willen hebben. Nou ja, eventjes. Voor het leggen van de eerste steen. Ja, mijn zware Harry is daar een meester in. En hij legt ze overal. Vooral zomers op reis. Ja, en dat noemt hij dan ook zijn bouwvakvakantie. Nou, wij mochten ernaar zoeken waar het feest plaats mocht vinden. En mijn vader zei, wat dacht je, Ben? In het bos of aan het water? Ik zeg, voor pa, ma, lijkt mij je beste vlak aan het water. Hè? Maar dan moet er wel geen hek staan. Dus zei ze, Ben, denk nou even serieus na. Weet je nou niks moois in de bossen? Ik zeg, in de bossen? Ja, laten we zo'n bungalowtje nemen van het centrum. Toen zei ze, maar Benny, dat kennen we toch nooit in met z'n allen? Ik zeg, ja, zo'n bungalowtje. Nou, uiteindelijk is het dan het koerhuis geworden. De mooiste traag gelegen. Bij mij hoeft het niet, want ik word in de Noorderbeek dwarsstraat. Maar daar zitten we nou met z'n achten. Alleen nog de volwassenen, hè, want de kinderen mag er niet mee. Daar vindt mijn schoonvader te duur en te druk. Nou, wat hebben we daar zitten? Mijn zwager Harry, heb ik die genoemd? Nou, die is getrouwd met Suzanne, mijn schoonzuster. En die zijn nou samen bij zo'n christelijke secte. Ken je dat? Ze noemen het, ja, dat is de hele dag bekeren geblazen. En ze noemen haar eigen nou ook broeder en zuster. Ja. Maar ik had wel een mooi geitje vanmiddag in het hotel. Ik klop op de deur bij mijn schoonzuster en ze zegt, wie is daar? Ik zeg, hier staat broeder Ben. Ze zegt, wat is er, broeder Ben? Ik zeg, Suzanne? Ik zeg, Suzanne, bent u bereid? Ze zegt, het hangt er vanaf tot wat, broeder Ben? Ik zeg, daar kan ik begrip voor opbrengen, Suzanne. Maar ik kwam u op heden berichten, ik ben afgedwaald. Gelijk de deur open, zeg. En ze zegt, trek binnen, broeder Ben. U bent afgedwaald, ik ben zo blij dat u het zelf inziet. En waar bent u van afgedwaald? Ik zeg, van de echte dubbele graanjenever. Afijn, we gaan er vanavond aan tafel en voor het eten zegt mijn zwager, zullen we even stil zijn? Ik zei, ja, dat is goed. En als het bevalt, halen we het zo. Wij krijgen daar soep vooraf. En per ongeluk zet ik mijn elleboog op de rand van het bochten. Dus ik krijg het hele zootje hier zo. Kun je je eigenlijk dat een beetje voorstellen? Zo warm heb je het daar maar zelf. Maar ik geef geen zorgen. Ik zeg, opa. Opa, kan je even langskomen? Er zit een ritsfluiting in mijn soep. Enfin, ik krijg een droge broek van de eigenaar. Van meneer Koer. Mooie broek met een visschaat. Ik zeg, dank u wel meneer Koer, mooie broek. Vooral die visschaat, komt goed uit. En dan valt het niet zo als ik dadelijk de zalm er ook nog bij flikker. Enfin, het hoofdgerecht komt door en we allemaal zingen. Lang zullen ze leven. Jongens, ik was blij dat ik niet onder Ede stond. Daarna had mijn zwager een plechtige toespraak. Wat zegt hij? Hij zegt iets van dat de mens niet scheiden wat de Heer heeft verbonden. Ik zeg, Harry, Harry mag ik hebben. Volgens mij als de Heer het heeft verbonden, geneest het vlaggen. Allemaal stil. Ken, had je gezicht plechtige toespraak. Had je hasses. Dus ik hou me verder in. En dan gaat door over het huwelijksbootje en hoge zeeën en zo cetera. Ken je dat? En dan gaan ze zo lang door over die deinende boot. Dat ik de ober op zeg, ober, heb je een tijltje? Afijn, hij is uitgesproken. Ik denk, ik moet ook wat zeggen. Dus ik sta op, ik tik tegen mijn glas. Dat lazert over het tafelkleed. Ik zeg, jongens, geen paniek. Leg dat kleed dadelijk maar bij die broek. He? Allemaal voor de eigenaar. Is dat waar? De disgenoten als voorzitter van de feestcommissie wou graag enkele woorden door u spreken. Er staat een man in het openbaar tegen de muur van het stadhuis te wateren. Komt er een bode naar buiten die zegt, meneer, dat wil de burgemeester absoluut niet hebben. Zegt die man, ik wil het ook niet hebben. Wil jij het misschien hebben? Hé, wat ben ik blij dat jullie daarom lachen. Ja, wat we bij aan tafel allemaal schetten hebben. Beetje achterlijk. Dat is toch even gaan voor een huwelijk? Ik zeg, waarom niet? Die bode komt toch uit het stadhuis? En daarna komt er een taart met 40 kaarsjes en die moesten mijn schoonouders dan in één keer uitblazen. Maar dat deden ze zo vochtig. Dat ik daar een hap van de mekeu kon krijgen. Nee, dat was geen blazen, dat was blussen. En morgen gaan ze wandelen. Ik zeg, jongens, ik wil wel wandelen, maar niet te voet. Ik zeg, hoe ver gaan jullie wandelen? Toen zeggen ze tot de begraafplaats en terug. Ik zeg, oh, is het een oefening? Ja, hè? En ik zeg nog tegen mijn schoonmoeder, ik zeg, ma, je mag wel uitkijken met die vos om je nek. In de vrije natuur. Je hebt daar misschien familie lopen. En dan kunnen jou wel eens naar je strot vliegen. Als ze daar een dode neef zien hangen. Ze zeggen, ha, die bent dus imitatie. Ik zeg, dan mag je helemaal wel uitkijken. Dan worden die vossen zeiknijder. Als je hun neef namaakt. Ah, wandelen is niks voor mij, jongens. Ik wandel op mijn eigen manier. Ik doe het raampje open en ik zet hem in zijn één. Jongens, schijt uit, ik moet terug. Anders krijg ik de grootst mogelijke ellende. Ik zit daar zo tegenop, jongens. Bij jullie is het gezellig, lekker menselijke warmte, lachen met z'n allen, hè. Maar daar zitten ze nou met een klein zaaltje familiefilmpjes te kijken. Ken je dat, familiefilmpjes? Die zijn alleen nog te redden als je ze versneld achteruit draait. Nee, jongens, ik zie er echt tegenop. Ik heb het jullie uitgelegd. Ik ken niet met die mensen. Ik heb ze sinds de zomer niet meer gesproken. Wij zijn samen op vakantie geweest, dat kan ik nog net vertellen. Kijk, wij zouden niet gaan, wij zaten krap in die dagen. Ken je dat? Kennen we allemaal vandaag de dag, hè? Dus wij zouden niet gaan, mijn schoonvader belt op, zegt... Treur ze maar met onze vakantie. En desnoods mag Benny mee. Leuk binnenkomen voor Benny. Dus wij naar Spanje, naar Benidorm, ken je dat? Om de kosten plenty. Hartstikke mooi daar, jongens. En ik heb mij daar 14 dagen ingehouden, ontrust. He, dus als mijn schoonmoeder kamerbreed aan kwam zwemmen... heb ik dus niet gezegd, Treus, waar is mijn harpoen? Nee, ik heb het niet gezegd. Niet gezegd. Ontrust. Niet gezegd. Nee, niet gezegd. En als mijn schoonvader zijn eigen liet fotograferen met 2 ezels... heb ik dus niet gezegd, wil de echte ezel opstaan. Niet gezegd, ontrust. Maar kijk, op de terugreis ging het mis. Ik ben bang voor vliegen, ken je dat? Dus ik neem er altijd een paar van tevoren. Gaat het een ruk beter. Is ook veel veiliger, hè? Zie je de motoren dubbelt. Hè? Dus ik heb er daar ter plaatse aan de Costa een paar ingenomen. Ik kom een beetje te laat en geschuffeld iets achter binnen. En uit de vechten zie ik het al. Mijn schoonvader zit er met zijn driftige, dikke, rode nek. Zo zit hij. En die heeft toch al zo'n rare harses. Dit heb je, ken je dat? Dit hier. Die hebben een gezicht als een kassa waarvan de laan niet goed sluit. Ik kan hem niet meer terugkrijgen. Ja. En mijn schoonmoeder van die dunne lippen zit een kruis zo'n puzzeltje op te lossen. Je hebt allemaal lachrimpels, maar toevallig hangen ze wel allemaal naar beneden. Hè? En moet je nagaan, op onze stoelen hadden ze 4 plastic tassen neergezet. Op de rand gevuld met belastingvrij gekochte artikelen. Reukwater en gedistilleerd. Op onze stoelen. Ik zei, pa... pa, zouden ze vriendelijk willen zijn die tassen eventueel voorlopig ergens anders te plaatsen op den duur, eventueel, als het u schikt, pa? Hij zegt, oh, wil je daar gaan zitten, Bin? Ik zeg, op den duur wel, pa, want kijk, het zijn onze stoelen en dadelijk moeten we de riemen vastmaken. En ik weet niet of die wel lang genoeg zijn als wij blijven staan. Dus hij staat op, alles kankeren in de fucking pompen. Wij zijn opgestegen, we vliegen een uurtje... en aan het eind van het gangpad start dat karretje met spijs en drank. Ken je dat? En mijn schoonvader en een is zenuwachtig op en dan denk ik... ja, eerst deze kant uit, hier bij mij serveren nu. Ik schaamde me eigen kapot, joh. Maar hij gaat er tot 3 keer heen om te checken of het allemaal wel in orde zou komen... of er wel genoeg was. En ik dacht helemaal dat ik bloed zag toen hij er voor de 4e keer heen ging... of was 2 flesjes wijn te reserveren. Want stel dat ze op zouden raken. Maar hij komt terug door de gangpad... en vlak voordat hij gaat zitten doe ik even dit. Ken je dat? En ik zeg, pa, mede namens gezag voor de schuiver... en zijn ganse bemanning, happy landing. Prachtig, je luistert nog steeds naar Den Haag FM. Je kunt ons volgen natuurlijk, denhaagfm.nl... en anders live via de ouderwetse autoradio-antenne 92.0. In de studio nog steeds Martijn Reitsma, Victor Meijer. Ja, we hebben het vanavond over het overlijden van cabaretier Paul van Vliet. 87 jaar is hij geworden... We hebben allemaal op onze eigen manier een herinnering aan Paul. Misschien aan een mooie sketch die nu voorbij is gekomen. Ja. Andere keren, je vertelde, hè, je hebt hem backstage ook echt zelf mogen ontmoeten. Ja, ja, de meester, de toneelmeester. En ja, Martin, jij hebt hem een aantal keren geïnterviewd. En jij hebt zelfs een heuse docu. Ik denk dat hij nu op YouTube staat. sky high gaat. Ja. Was misschien toen nog niet zoveel bekeken, maar het is wel, ik heb het vanmiddag nog even teruggekeken, het is wel echt een monument, een document wat je hebt gemaakt. Ja, met wie heb je dat gemaakt en hoe is dat tot stand gekomen? Ja, die eer wil ik delen met Jean Meijer. En het was dus zo dat in 2021, toen begon ik een nieuw project en dat bestond eruit, ik heb Victor toen ook gevraagd, die hier in de studio zit. Ja. Er moest een eerbetoon komen, er moest een standbeeld komen voor Golden Earring en er moesten Haagse straatnamen vernoemd worden naar Haagse bands en artiesten die naam en faam hadden bezorgd aan Den Haag, de popstad nummer 1. Dus ik heb Paul gebeld en ik heb Paul gezegd, Paul, wil jij toetreden tot ons comité? Hij zegt, nou Martin, dat ga ik direct doen. Hè, maar dan word ik ook je erevoorzitter. Vervolgens hebben we een planning gemaakt bij Derzende. Het befaamde hotelrestaurant, hotel met name op het Haagse Lange Voorhout. Toen zijn Jacques Bral, Patricia, Steur... En ik, samen met Paul, daar gekomen. Toen hebben we een perspresentatie gedaan. Onze plannen ontvouwd. En dat werd groot nieuws. De Telegraaf nam het over. Het AD nam het over. Het kwam in Den Haag het kwam in Goedemorgen Nederland op tv. Kortom, alle media geschreven, gesproken. Die namen het mee. En ik belde Jean Meijer. En ik zeg, John, kun jij ook nog hier wat in betekenen? Mart, we gaan een interview doen. We gaan een filmdocumentaire maken waar Paul dan ook zijn woordje kan doen. Nou, John en ik zijn toen naar Paul toegegaan, naar de Smitswater. Het was inmiddels, ik geloof, de 4e keer dat ik daar was. Nou, Paul die haalde gebak. Of Paul had gebak gehaald op de Denneweg. Bij Krul. Ja, heerlijke hazelnootgebak. Ja. Hij zei toch zelfs van jongens, ga even zitten. En toen was hij in één keer weg. 5 minuten, toen kwam hij terug met de hazelnootgebak. Dat was een andere keer. Okay. Tijdens een interview wat ik samen met Els bij hem thuis deed. Ja. Maar zo spontaan was Paul. Hè? Nou, vervolgens hebben we dus opnames gedaan bij Paul thuis. En toen zijn we daarna nog even met Lange Voorhout opgelopen. En toen hebben we het interview voortgezet op een bankje. En ja, misschien mag ik nog aan wat uitspraken van dat moment citeren. Ja, gedenken aan vanavond dus. Paul die zei toen onder meer, mijn leven werd bepaald door optredens. Overal spelen, reizen en mensen ontmoeten. Ik was altijd onderweg, ook naar het buitenland. Ik heb prachtige internationale tournees gemaakt. Ik kijk met voldoening terug op de reizen die ik voor UNICEF mocht maken. Je komt op de armste, meest verdrietige plekken op deze wereld, waarbij je probeert toch wat voor deze kinderen te kunnen betekenen. Dat is een hele nieuwe dimensie in je leven. Nou, jij snapt dat wel, hè, Vic? Absoluut. Nou ja, mijn gewone leven buiten de spotlights om onderscheidt zich niet bijzonder dan die van de gemiddelde Nederlander. Ik heb geleefd, opgetreden, lief gehad, gegeten, geslapen en rondgelopen. Ik heb geen wilde avonturen gehad, geen spectaculaire of gepassioneerde, verboden liefdes. Laat ik maar zeggen, alle onderwerpen waar de roddelbladen van bestaan. Ja, prachtig hè? En dat kun je terugzien in die video van John en mij. Waar moeten mensen dan op zoeken? YouTube. Paul van Vliet interview. John Meijer. John Meijer, Martijn Reitsma. Ja, of op de Telstar. Daar staat hij ook inderdaad. Of de Posthoorn. Daar staat hij ook. We gaan nog even naar het moment de laatste jaren. Wandelde Paul veel over het strand. Dat vond hij fijn. Dat heb je ook van hem gehoord. En hij kwam daar ook bij een tentje waar hij graag gezien een gast was. En dat was vice versa ook met de eigenaar. Hè? Die heb jij vandaag nog even gesproken. Ja, ik heb vandaag Edwin Bijlsma, Bijlstra gesproken samen met zijn vrouw Karin. En zij waren toch wel erg betrokken ook bij Paul. Paul wandelde regelmatig langs het Noorderstrand. Nabij het Zwarte Pad is dat, toch, Victor? Ik weet waar die zat, bij Oscar. Ja, bij Oscars. Ja. En Edwin vertelde dat hij dus 2 weken geleden Paul voor het laatst op bezoek had gehad om een kopje koffie te drinken na die strandwandeling. En hij betreurde het nog dat hij er zelf niet bij was. Ja. Daarna hebben ze nog telefonisch contact gehad. Paul die vertelde dus hoe het met hem ging en dat was niet goed. En dat was eigenlijk het laatste contact. Maar toen Paul dus 80 werd, is er dus bij Oscars, de beachclub Oscars op Scheveningen, is er dus een pad naar Paul van Vliet vernoemd. Het Paul van Vliet-laantje. En daar was hij zo verguld mee. En ja, Paul vond dat geweldig, vertelde Edwin samen met Karin. En het staat er nog steeds. Paul kwam er dus regelmatig. En hij heeft daar bijvoorbeeld, daar was ik bij aanwezig, samen met Paul de Leeuw, met Paul Witteman, met Herman van Veen was er ook toen. Een boekpresentatie, Brieven aan God. En dat was rond 2018. Dat werd daar nog gehouden bij Oscars. En ook Edwin is bijzonder aangeslagen door dit trieste nieuws. Ja, wie niet, zou ik zeggen. Ja, mensen kwamen bij de winkel ook binnen met een traan in de ogen. En ik had het zelf ook. Er is volgens mij nog helemaal niets bekend over uitvaart. Of dat publiek wordt, of dat er ook op de publieke omroep iets misschien gedaan gaat worden. Nee. Ik zou eigenlijk een voorzet willen geven. Toen Jos Brink overleed, is hij dus overgebracht naar Carré. Ja, dan kun je wel invullen. Ja. Hoe mooi zou het zijn als Paul ook een publiek afscheid krijgt. Ja. Hè? Talloze Nederlanders, maar ook mensen uit Vlaanderen hielden ontzettend van Paul. Ja. En hij verdient zo'n groot afscheid. In de Koninklijke Schouwburg bijvoorbeeld. Ja. Ja, misschien is er aan ik kan me voorstellen, als dit onverwacht is gekomen vandaag, dan heeft de familie natuurlijk ook wel even tijd nodig om dit allemaal te regelen. Ja, natuurlijk. Ja. Dat zal de komende dagen waarschijnlijk wel... Dat klopt. En Merijn, dat is zijn persoonlijke assistent. Daar heb ik veel contact mee gehad in het verleden. En één deze dagen, als het allemaal een klein beetje geluwd is, neem ik nog wel even contact met haar op. En wij zouden daar wel graag bij aanwezig willen zijn. Jeetje. Bij het afscheid. Ja, Paul, Els en ik hadden toch een speciale band. Dat zullen veel meer mensen zeggen. Hij heeft jou zelfs een beeldje gegeven, toch? Ja, dat zeg je goed. 2 jaar geleden waren we bij hem thuis en toen liep hij naar het dressoir in zijn werkkamer en toen haalde hij daar een bronzen vogeltje. Hij zegt, hier Martin, als herinnering voor jou en Els. Mooi. En dat staat bij ons thuis. We hebben hier, ik zou bijna zeggen, verdikken met niet voor niets de Haagse stadsdichter in ons midden. Dus daar willen we ook natuurlijk wel wat van gaan horen. We gaan het ook nog een beetje muzikaal omlijsten. Dat zal waarschijnlijk een hele bekende tune zijn. Die start ik alvast een klein beetje in. Ja, waarom niet? En dan zijn wij één en al oor. Ik heb geschreven een ode aan Paul van Vliet. De zee bracht hem rust. En altijd een nieuwe morgen. Hier heeft hij het leven gesust. Aan het strand van Scheveningen. Daar voelde hij zich geborgen. Zijn Scheveningen. Met de zee die tegen hem praatte. De zee die majoor Kees, Haagse Benny, de boer Taats van Avenzaten en Bram van de Commune eventjes met rust zouden laten. Rust om te genieten van wat geweest is voorbij. Toch zat zijn hoofd nog steeds actueel vol en voor zijn pretoogjes stond men nog steeds graag in de rij. Als dan op het toneel Pauls lichaam eventjes stokte en zijn hoofd de zaal indraaide, was dat een iconisch moment waarop men weer gierend van de lach naar een zakdoekje graaide. Paul van Vliet is 87 jaar geworden. Hij was met het leven nog lang niet klaar. Hij verteerde het in typetjes die altijd de waarheid zeggen, met een klaterende lach die eerlijk was. Dat kan niemand ooit weerleggen. Paul van Vliet was gewoon een uitzonderlijk icoon. En de toekomst deed hem niets, want hij zat nog in gedachten dagelijks veilig achterop, bij vader op de fiets. Rust in vrede, lieve man. heb soms van die akelige dagen, dat alles me te groot wordt en te veel. En wat ik aangehaald heb, kan ik slecht verdragen. En alles wat ik nog moet doen, dat grijpt me naar de keel. Ik word al zenuwachtig wakker. Dat wordt alleen maar erger door dat driftige gejakker. Een koffer vol verantwoordelijkheid waaraan ik me vertil. En 100.000 dingen die ik eigenlijk niet wil. En ik moet nog zoveel doen, ik moet nog zoveel doen. Kan ik nou vandaag niet weer eens even net als toen? Veilig achterop, bij vader op de fiets. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, ik ben niet alleen. Vader weet de weg, vader weet waarheen. Ik weet nog hoe het rook. Ik weet nog hoe het was. Met mijn armen om me heen, mijn wantereuze jas. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, bij vader op de fiets. En ik heb zo vaak een onbestemd verlangen. Zo'n zeurderig gevoel van droevigheid. En dat verlangen dat kan dagen blijven hangen. En waar ik ga, op lig of sta, ik raak het niet meer kwijt. Niks is leuk en niks is boeiend. Alles is vervelend en mateloos vermoeiend. Een lusteloze, levenloze, wezenloze weer. Die treurig zit te kijken naar de wereld en het weer. En ik moet nog zoveel doen, ik moet nog zoveel doen. Kan ik nou vandaag niet weer eens even naar de stoel? Veilig achterop, bij vader op de fiets. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, ik ben niet alleen. Vader weet de weg, vader weet waarheen. Ik weet nog hoe het rook. Ik weet nog hoe het was. Met mijn armen om me heen, mijn wantereuze jas. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, bij vader op de fiets. Paul van Vliet op de radio. Terecht applaus en nog steeds. En ook de komende jaren en tientallen jaren denk ik nog wel. Hij zal zeker niet vergeten worden. Ook niet online, hè, waar natuurlijk tegenwoordig alles ook als document geregistreerd kan worden. Want deze uitzending, waarin we mooie woorden hebben gehoord van de Haagse stadsdichter. Mooie anekdotes ook van Martin in deze, die hem een aantal keer heeft mogen interviewen. Ook een documentaire op televisie over hem heeft gemaakt. Is dit toch ook wel een beetje een eerbetoon? We hebben in dat enorme oeuvre kunnen we natuurlijk niet alles draaien. Nee. We hebben een paar fragmenten laten horen, maar... Ja. Gelukkig is er eigenlijk ook met de tijd van de nieuwe media en YouTube zoveel terug te vinden. Ja. En is het bijna jammer dat mensen het misschien nu pas gaan ontdekken. Maar beter laat dan nooit natuurlijk. Er is zoveel mooi gedocumenteerd en dat kun je allemaal terugvinden op YouTube. Ja, Martin, jij bent een beetje ook de initiator van het samen zijn vanavond. Jij vond het ook belangrijk om te gedenken, te herdenken vanavond. We hadden vanmorgen er contact over. Je was erg geroerd. Het is ook wel mooi om het uiteindelijk die emotie om te zetten in gewoon een mooi gesprek vanavond. Hè? Dat je op die manier ook iets verwerkt. Ja, je verwoordt het heel erg treffend. En we gaan Paul intens missen. En niet wij alleen, dat zullen heel veel mensen hebben. Maar doordat we toch een behoorlijke band met Paul voelden, maakt het wel wrang. Er gaan gewoon veel te veel mensen hemelen. Die hemelpoort die staat wagenwijd open. Het ene na het andere icoon, maar ook tal van mensen die we kennen. Het is triest. Met het ouder worden wordt het ook steeds leger en ga je steeds meer mensen verliezen. En dat is wel bitter. Nou, dat was natuurlijk het mooie van Paul, dat hij oog had voor nieuw talent ook. Absoluut. Want hij was ook wel iemand die wist dat het leven niet eeuwig was. En zeker in dat Pepijn daar zijn veel nieuwe talenten ontdekt. En ik hoop dat dat in Pepijn nog door kan gaan natuurlijk. Ja. Paul stond ook midden in de Haagse samenleving. Al die wandelingen die hij door Den Haag heeft gemaakt. Naar een terrasje. Ja. Hij was voor iedereen aanspreekbaar. Ja. Ja. Hij had voor veel mensen had hij gewoon een heel vriendelijk woord over. Ja. Of als ze met hun mobieltje een foto met hem wilden maken. Paul stond ervoor open. Ja. Hij was zo down to earth en zo betrokken naar vele mensen. Ja. Paul was echt een bekende in de Haagse binnenstad. Ja, dat was ook als je hem zag lopen. Dacht je ook, hé, dat is Paul van Vliet. Want hij viel wel op met dat witte haar. En meestal had ook nog een mooie lange jas aan, hè? Ja, en er is ook nog een tijd geweest dat hij een heerlijk rood jasje aan had, hè? Ja, ja. Want Paul was heel modieus. Ja. Ik weet nog, 3-4 jaar geleden, hè, toen liepen we daar op het Haagse Smitswater. En toen kwamen we daar Paul spontaan op zijn blote voeten tegen. Had zijn auto namelijk aan de overkant geparkeerd. En hij zou gaan zwemmen. Want hij draaide nog heel veel zwemrondjes in het zwembad in Den Haag. Okay. Hè? Dus met zijn badhanddoekje kwam hij zijn huis uitlopen. Geweldig. En hij ziet ons, wij zien hem. Hé, hey, Paul! Dus wij naar Paul toe. En doen jullie hier? Nou, we zijn even hier de prachtige buurt aan het verkennen. Wat ga jij doen, Paul, met die hand? Oh, ik ga zwemmen. Ja. Nou, dat zijn leuke, spontane ontmoetingen. Dat was Paul 100%. Ja. Zo benaderbaar. Ja. En zo down to earth. Ja. En puur. Ik denk dat we hebben het over een woordkunstenaar. Ook als we ook kijken naar nummers die hij heeft geschreven. Ook, we gaan straks nog even A2 draaien. Is ook een bekend nummer natuurlijk bij Mijn Liefje in Nieuwegein. Maar ik wil toch het eindwoord geven aan een andere lokale woordkunstenaar. Voordat je Mijn Liefje gaat draaien. Ja, ja. Wat natuurlijk een fantastisch nummer is. Wil ik iedereen Iedereen die luistert en ook iedereen die niet luistert. In ieder geval namens Martijn Mastenbroek, namens Martijn Reitsma en namens mezelf, Victor Meijer. Condoleren met het vreselijke verlies van Paul van Vliet. En de zon die ging onder. En de zon die ging op. En ik zat in de file. En het schoot maar niet op. En voordat het donker werd, moest ik er zijn. Bij mijn liefje, in Nieuwegein. A2, oh ja, klipperdiklap. Ik had 3 jaar gezeten voor oplichterij. In de bijlen van baaiers en toen kwam ik vrij. Ik was onschuldig veroordeeld door niemand geloof. Van mijn geld en mijn eer en mijn liefje beroofd. En dat lief had gezegd, ik heb 3 jaar gewacht. Ik heb leggen boelen haast iedere nacht. Maar als jij er vanavond voor 10 niet bent, dan kan je er schudden. Neem ik een andere vent. En de zon die ging op, glibber die klap. En de zon. Stopten we weer. En voordat het donker werd, moest ik er zijn. Bij mijn liefje, in Nieuwegein. Ah, maar luister jongens, ik zit op die A2-1 en al ellende, je kent dat. En de uren verstreken en ik rees en heen. En zo kropen we verder, hè. Afkouden, vinkenveen, breukelen, maasen. Ik denk, vraag naar de pest. Daar liep het weer klem bij Utrecht-West. Toen nam ik de vlucht stroken, dat was natuurlijk een gok. Maar het was voorop of eronder, hè. Een race tegen de klok. Maar nergens politie dus, ik denk ik red het misschien. En het leek te gaan lukken, het was 7:40. En de zon die ging op. En de zon die ging neer. En toen stond het weer stil. Voor de zoveelste keer. En voordat het donker werd, moest ik er zijn. Bij mijn liefje, in Nieuwegein. Eindelijk jongens, afslag Nieuwegein. En ik ga van de Rijksweg af en ik rijd de Nieuwbouwwijk in. En ik keek op het stadsplan, kijk, ik bevond mij dus hier. En ik moest naar de arresleedrift nummer 4. Ik sprong in mijn wagen en het leek zo dichtbij. Maar ik kwam in een woonerf de dorsvlegelwei. De pimpelmeesburg, het ratels langs spoor. De parelhoenhof, ik denk hoe loopt dat hier door? De kaasmakershorst, de kafmode dreef. De tindergieters steende als ik dit overleef. Ik kom in de leerlooie staat, ik denk waar ben ik nou weer? De vuurvlieg brandde en mijn hart ging tekeer. De vossen bij schade, ja die stad was geschikt. Maar toen was ik er bijna... Nee, de disselscheesdrift. En de zon die ging op.